Goedemiddag, een meisje van 6 is ernstig gewond geraakt nadat ze werd aangevallen door een hond. Dat gebeurde gistermiddag op een recreatiepark in Schijndel. Haar zus van 10 raakte ook gewond aan haar been. De hond was van hun vader. Ja, op het recreatiepark De Molenheide is verslaggeefster Tony Vossen. Ik heb haar aan de lijn. Tony, je hebt verschillende mensen daar gesproken. Wat is daar nou precies gebeurd? Ja, mensen behoorlijk in shock hier. De buren, de overburen, die hebben bijna alles zien gebeuren. En schetsen een beeld van twee kinderen van 6 en 10... die in een heel klein chalet minder opgesloten zaten met 3 Amerikaanse staffords. Ja, bulldogs zou je ook kunnen zeggen, hè. Of ze nou al dan niet zichzelf opgesloten hebben, is niet helemaal duidelijk. Op enig moment is het oudste kindje via het slaapkamerraam naar buiten gegaan en in paniek naar de overburen gerend, gillend. Je moet komen, de honden eten mijn zusje op. Je kunt je voorstellen wat voor paniek er vervolgens bij de overburen is uitgebroken. Die hebben de naaste buurman gewaarschuwd. En die hebben met alle macht geprobeerd om daar binnen te komen. Een van de buurmannen probeerde ook een stoeptegel nog naar binnen te gooien. En precies op dat moment kwam de vader van de kinderen aanlopen. Die heeft toen de deur geopend en heeft het kindje eruit gehaald. Maar wat ik begrijp van de buren was het zo ernstig dat op dat moment zelfs nog een van de honden aan het kindje aan het sleuren was. Het kindje is overgedragen aan een van de buurvrouwen die het naar de ambulance heeft gebracht. En de man die heeft zich in razende woede op de honden gestort. Ja. Dat is een beetje het gruwelijke beeld dat hier geschetst wordt. Wat een verschrikkelijk verhaal, Tony. Je krijgt echt kippenvel van. Hoe is het nou met die meisjes? Weet je dat? Ja, het oudste meisje is er met beenwonden van afgekomen, maar het jongste is heel erg toegetakeld. Er is 1 oor afgebeten en ik begreep vanochtend dat het maar liefst 40 wonden over haar hele lichaampje heeft. Ze is inmiddels ook al geopereerd. Het is allemaal wel stabiel, maar ze is er ernstig aan toe. Ja, 6 jaar is ze pas, hè? Ja. Ja, en die honden, de vader, je zei het al, heeft zich in woede op de honden gestort. Wat is er nou met die honden gebeurd? De honden zijn hier op dit park ter plaatse ingeslapen. Ze zijn afgemaakt. Ja. Okay. Tony Vossen, bedankt voor je toelichting vanuit Schijndel. Ja, vreselijk incident dus wat daar gebeurd is. Maar het is niet de eerste keer dat een kind door een hond wordt gebeten. De vraag is natuurlijk, is dat te voorkomen? Onze verslaggever Mart Grol is bij de Martin Gouwschool in Moerstraten. Ja, het zal daar ook het gesprek van de dag zijn. Jij hebt daar trainers bij. Ja, is dit te voorkomen? Ja, hier zeggen ze, Cindy, dat opvoeden van je hond toch wel het toverwoord is. Je moet honden opvoeden, dan kun je agressief gedrag voorkomen. Bijou bijvoorbeeld, dat is deze hond. Die is niet van het ras waarmee het in Schijndel zo vreselijk fout is gegaan. Maar dat is wel een hond die vaak wordt bestempeld als agressief. Lianne van der Linden is trainster hier op de Martin Gouws Hondenschool. Ja, dat opvoeden, waarom is dat dan zo belangrijk? Omdat opvoeden betekent dat je je hond gaat leren begrijpen. En opvoeden zit het niet alleen in het aanleren van oefeningen zoals zit, blijven liggen, meelopen aan de lijn zonder trekken. Dat is een essentieel onderdeel. Maar het is absoluut belangrijk dat je hond zich beheerst in allerlei situaties. Dat hij niet tegen iedereen opspringt. Dat hij gewoon netjes blijft wachten bij de voerbak. Dat hij niet als een gek uit de auto springt. Dat hij gewoon leuk kan functioneren in onze maatschappij. Met veel prikkels en veel afleiding. Nu hoorden we net de verslaggeester vanuit Schijndel vertellen dat de kinderen alleen waren met de hond. Een hond die niet is opgevoed. Is dat dan wel verstandig om kinderen alleen te laten daarmee? Het is sowieso nooit verstandig om kinderen alleen te laten met honden. Er zijn heel veel kinderen die helemaal niet begrijpen hoe een hond in elkaar zit. En die de hondentaal niet spreken. Dus het zijn eigenlijk twee wezens die niet met elkaar kunnen communiceren en dus inderdaad rare dingen met elkaar kunnen gaan doen. Dus je moet kinderen sowieso nooit alleen laten met honden. Ik vind wel ook dat als je een hond en een kind hebt, dat is in mijn ogen een van de mooiste combinaties die je kunt maken. Een kind heeft een veel rijker leven met een hond, maar je moet ze allebei opvoeden. Zowel het kind als de hond. En ze moeten elkaar begrijpen. Dank u wel voor de toelichting. Ja, opvoeden dus, Cindy. Daarmee kun je dus die vreselijke dingen in de toekomst voorkomen, zeggen ze hier. Dank u wel, Mart Grol vanuit Moerstraten. Meer hierover leest u allemaal uitgebreid op onze site.